Mijn naam is Christophe, ik ben leadpastor hier in Live Kerk samen met mijn vrouw. En we zijn heel blij dat je er bent. En ook voor de mensen die via YouTube kijken, we zijn heel blij dat jullie kijken naar De Preken Online. We starten vandaag met een uh, nieuwe serie. Ik ben helemaal uh, opgerond om eraan te beginnen. Het is een hele leuke serie, het gaat heel leuk zijn de komende vijf weken. En we gaan het hebben over wie we zijn in God eigenlijk. En over de basis eigenlijk een beetje van het geloof en de basis over wat het betekent om christen te zijn. En of je nu al jaren Christen bent, of je helemaal aan het begin bent van een zoektocht met God misschien, we hebben allemaal bepaalde beelden van wie God is en, en wat het geloof is, en dat het misschien is iets van regels en klopt dit beeld wel en moeten we dingen achterlaten of juist niet. Um, we willen daar wat antwoorden op geven, want het is natuurlijk heel belangrijk om te weten wie je bent. En de twee vragen die we in deze serie willen beantwoorden zijn de volgende: wie ben ik als Christen? Als je al jaren Christen bent of als je net christen bent, wie ben ik als Christen? Dat is een vraag die we willen beantwoorden. En de tweede vraag is: wie zou je kunnen zijn als Christen? Want zoals ik zei, misschien sta je helemaal aan het begin van je zoektocht, helemaal aan het begin van je tocht met God. Ben je nog geen christen en wil je weten van ja, wie zou je kunnen zijn als Christen? Want dat is natuurlijk ook een belangrijke vraag. Want als je al christen bent, is het belangrijk om te weten wie je bent. En als je nog geen christen bent, is het wel belangrijk om te weten waar je aan begint. En het is heel belangrijk dat we Weten wie we zijn, want als jij niet weet wie je bent, zal iemand anders jou vertellen wie je bent. Als jij niet weet wie je bent, zal iemand anders jou vertellen wie je bent. En dat geldt niet alleen voor het geloof, dat geldt ook voor ons in het algemeen. Als wij niet weten, als wij niet stevig weten wie we zijn, dan gaat iemand anders het ons wel vertellen. Het zij ons eigen doemdenken over onszelf, of misschien juist ons goed gedachten over onszelf, of vrienden, collega's, familie. Maar iemand gaat ons komen vertellen wie we zijn. Daarom is het belangrijk. Dat we weten wie we zijn. En als we Christen zijn, is het belangrijk dat onze identiteit gevormd wordt niet door de wereld rondom ons, maar door het woord in ons. Niet door de wereld rondom ons, maar het woord in ons. En de komende weken willen we gaan kijken wat het dus betekent om Christen te zijn. En vandaag starten we, en je hebt het op je outline misschien gezien, met de prediking "Losing My Religion", een uh, nummer van R.E.M. geweest jaren terug. En zoals u weet, men vraagt me steeds om niet te zingen, dus ik zal het ook deze week niet doen. Maar uh, ik zie al hilariteit in het publiek. Voilà, men zegt dat ik al voor één keer mag, maar ik ken de tekst niet, dus dat valt tegen. In ieder geval, losing my religion. We willen afrekenen met een aantal misverstanden, met een aantal vooroordelen die er zijn over het geloof. En weet u, religie gaat over regels, het evangelie gaat over relatie. Religie gaat over regels, evangelie gaat over relaties. relaties kunnen best ingewikkeld zijn, toch? We zijn allemaal ondertussen oud genoeg om te weten dat relaties best ingewikkeld kunnen zijn. En het is zelfs zo erg dat we Facebook nodig hebben om onze relaties te definiëren. En je kan dus kiezen, je hebt bijvoorbeeld vrijgezel, dat is vrij simpel, dan ben je alleen. Ja, Daar valt niet veel over te zeggen. Heeft een relatie, dan ben je wel aan het aftasten. Niet letterlijk natuurlijk, maar ik bedoel, gewoon in het algemeen aan het aftasten of dit iets wordt verloofd, dan ga je trouwen, je bent getrouwd, het is ingewikkeld, het heeft een openbare relatie, weduwe, weduwe, naar uit elkaar gescheiden. Nu, degene die mij altijd een beetje triggert, is ze van, het is ingewikkeld. Toch? Het is ingewikkeld. En vraag ik me af, wat betekent dat? Het is ingewikkeld. Hoe wil ik dat graag weten, wil ik graag een berichtje typen naar iemand van, hé hey dude, wat betekent dat voor jou? Het is ingewikkeld, want als je vrijgezeld bent, dan kan het best ingewikkeld zijn. Als je een relatie hebt, kan het best ingewikkeld zijn. Ja, als je getrouwd bent, is het altijd ingewikkeld. <laughs> maar als we eerlijk zijn en we kijken naar onze relatie met God, dan moeten we misschien vaak toegeven dat het best wel wat ingewikkeld is. Want misschien is er iets gebeurd in jouw leven, een crisis, misschien ben je iemand verloren, misschien ben je ziek geworden en denk je, ja, is dit het nu? Weet, het is, je bent ooit goed gestaard en met vol vuur en vol passie. Je hebt God leren kennen. En dan heeft je geloof een knauw gekregen. Om terug te keren is, is ingewikkeld. Of misschien ben je gekwetst door een andere christen, door een kerk. En hé, hey, kerken doen dat blijkbaar. En dat zal hier misschien ook gebeuren. En, en je wil terug naar dat geloof van vroeger. Maar het is moeilijk om terug de stap te zetten. In het geloof om terug de stap te zetten naar de kerk. Want het is gewoon ingewikkeld. En Misschien heb je zelfs een dubbelleven en je bent heel, heel goed vertrokken met God. Maar ergens onderweg is er iets begonnen en je, je leidt een leven in de week en je komt wel naar de kerk en, en je hebt dat nooit gewild. Je hebt nooit gewild dat je een dubbelleven zal leiden, maar het is er gewoon. Het is gewoon heel moeilijk om, om, om terug te komen naar, naar dat leven dat God met jou had bedoeld. En het is gewoon ingewikkeld. Of misschien is jouw relatie met God zoals een getrouwd koppel dat wel samenleeft, maar eigenlijk naast elkaar leeft. Weet je, het huwelijkscontract is er nog, maar er is geen communicatie. En je weet dat die relatie zo voor veel meer bedoeld was dan dat je nu beleeft, eigenlijk. Of misschien ben je gevallen in een soort regeltjes volgen en, ja, en, en weet je dat het geloof meer is dan regeltjes volgen, maar je zit wat vast in bepaalde routines en regeltjes en je wil daar eigenlijk uit. Maar het is gewoon ingewikkeld. En wat het ook is, er is iets in ons als mens dat we heel snel vervallen tot, tot regeltjes en tot, tot religie. En ik wil graag dan ook een aantal uh, zaken een beetje beter kaderen vandaag. Een aantal zaken uh, beter kaderen, zodat we de komende vijf weken of de komende vier weken na deze week de nieuwe dingen beter kunnen opnemen. En de eerste is, voor God zijn we geen decoproject of geen decoratieproject, maar een extreme makeover. Laat ik even over nadenken, terwijl ik even wat water neem. Je kunt vast allemaal die programma's op tv... Je hebt huizendokters, bijvoorbeeld, en dan komt er een team langs en die ja, gaat je slaapkamer wat verbouwen, of je bureau wat herinrichten, of je woonkamer, of je keuken, en dat maakt dan je huis wat meer waard. Maar je hebt ook extreme make-over-programma's, vooral in Amerika dan blijft er bijna niets van dat huis over, alleen nog een geraamd en een... Alle kamers moeten eraan geloven en je denkt, van oh, was dit mijn huis? Je herkent je huis helemaal niet. Trouwens, de dames herkennen dit ook Extreme makeover en wat ze dan doen met het uiterlijk van een vrouw. Zo'n vrouw die een beetje een lelijk eentje is, en die schrijft zich dan in voor dat programma. Dat wordt dan aan gewerkt, die komt dan van de trap. En die kinderen en die man hebben zoiets van: is dit mijn vrouw? Is dit mijn mama? Ik ken die niet meer. Maar dus voor God zijn we geen decoproject, maar een extreme makeover. Vaak denken we. Ja, als ik maar wat vriendelijk ben, als ik maar wat bied, als ik maar wat in mijn Bijbel lees, als ik een beetje laagje verf, een nieuw laminaatje, dan, dan is het best oké. Okay. Maar God wil ons totaal anders eigenlijk. En God wil ons totaal anders, waarom? Omdat het grootste doel waarom we hier op aarde zijn, is om God eer te brengen. En dat doen we in de eerste plaats, de eerste plaats door meer op Jezus te gaan lijken. Kijk, Paulus zei het volgende. Hij heeft altijd al geweten wie hem zal de lief hebben. En dan heeft hij het over christenen. Hij bepaalt ook dat die mensen, die Christenen die gelovigen, zijn zoon zouden weerspiegelen. Zijn zoon zouden weer spiegelen. Dat is uiteindelijk het, het ultieme doel dat we Jezus Christus zouden weerspiegelen. God wil ons totaal veranderen. Hij heeft ons uniek gemaakt met, met onze passies, onze talenten, onze persoonlijkheid, en dat wil Hij aan zich niet zo aanraken. Dat is het geraamte van het huis, daar raakt Hij niet aan. Maar Hij wil wel verder aan ons werken. Kijk, door de zondeval zijn we zondig geworden. Het is niet zozeer dat de mens zonden doet, dat ook. Maar het probleem van de mens is vooral dat hij zondig is. En daar moet er iets aan gebeuren. En, uh, voor de al iets oudere mensen, jonge mensen, hebben we het waarschijnlijk niet meegemaakt met de Sandmix-show. Dat is een beetje zoals The Voice, maar dan waarbij je iemand imiteert. Dan had je altijd uh, bij het begin van het programma, of als een kandidaat opkwam, die kreeg dan zijn jasje en zijn broekje. En die stapte door de magische deur en er was in totaal iemand anders als die door die deur was gegaan. Nou, dat is niet het christendom. Weet je, dat, is, dat is niet wat er gebeurt met ons. Als we christen worden, gebeurt er heel veel in ons. Maar aan de buitenkant verandert er nog niet zoveel. We hebben altijd onze eigen opinies, onze eigen draging, onze eigen gewoontes. En daarom zei Paulus het volgende. Als u werkelijk zijn stem hebt gehoord, dus als u echt christen bent geworden en u de waarheid er, die hij zichzelf heeft bekendgemaakt, moet u uw oude menselijke natuur als oude kleren uittrekken. En dan zegt hij wat dat betekent, uw vroegere manier van leven die ten gronde gaat aan bedriegelijke begeerten. En hij maakt een conclusie, hij maakt het iets praktischer, uw denken, uw denken moet vernieuwd worden, uw denken moet vernieuwd worden. Sterker nog, je moet een heel nieuw mens worden die alleen voor God leeft, zuiver en goed. Trek een nieuwe natuur aan als een, stel, nieuwe kleren. Wat Paulus eigenlijk zegt het is het volgende: als je Christen wordt, moet je niet de pelletjes van je schouder vegen of die pastasaus een beetje eraf vegen. Nee, je moet je kleren uittrekken. en je moet nieuwe kleren aantrekken. Dat is eigenlijk de essentie van van het christelijk geloof. Dat klinkt misschien Heel lastig of heel moeilijk, maar weet je, God wil niets van jou, maar God wil iets voor jou. Vaak denken we dat God van ons van alles verlangt en van alles wil, maar het is niet zozeer dat God iets van ons wil, Hij wil iets voor ons. Dat is een essentieel verschil. Dat is een belangrijke nuance om te begrijpen dat God niets van ons wil, maar iets voor ons wil. Kijk, men zegt wel eens: God had zoveel van ons, maar Hij had te veel van ons om ons te laten zoals we zijn. God wil dat we blijdschap kennen, dat we voldoening vinden in ons leven, dat we tevredenheid hebben, dat we gaan in datgene wat Hij voor ons bedoeld heeft met ons leven. Maar als we enkel aan de buitenkant werken, dan raken we gefrustreerd. Dan vallen we terug op regeltjes en dan maakt het geloof ons ongelukkig. En daar zijn we vaak allemaal wel eens in beland, in dat straatje van, ja, is dit het nu en moet ik nu regeltjes volgen? Ik mag niet dit en ik mag niet dat. En dat is eigenlijk het tweede punt waar ik vandaag wil zeggen. Het christelijk geloof is niet stoppen waarvan je had en starten met wat je haat. Dat is wat niet-christenen denken. Dat is vaak ook wat wij door de tijd gaan denken van, ja ik moet hier van alles en ja, ik doe dat niet graag en ik lees niet graag in mijn Bijbel en ik bid niet graag en ik mag niet meer dit en ik mag niet meer dat. Maar dat is niet de essentie van het geloof natuurlijk. Dat is religie, dat is nooit geloof geweest. Kijk, God wil iets voor jou. De psalmist zegt het volgende, zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hart verlangt. Hij zal je geven wat je hart verlangt. En dat willen we toch allemaal? We willen toch graag onze harten wensen, dat we die kunnen beleven, dat we die kunnen meemaken. En God wil dat doen. Wat de voorwaarde gekoppeld is, zoek je geluk bij de Heer. En nu, dat is heel moeilijk, want... Ik denk, als we eerlijk zijn, we zijn allemaal een beetje controlefreaks, toch? Al sinds ik in ieder geval wel. Dus... We denken vaak, ja, ik weet wat goed is voor mij, beter dan wie dan ook. Ik weet hoe het moet, ik weet wat ik wil, ik weet waar ik naartoe moet. Maar God zegt, of de psalmist zegt, zoek je geluk bij de Heer. Hij zal je geven wat je hart verlangt. En weet je, als we kritisch zijn ten opzichte van wat de Bijbel ons leert, de principes en de richtlijnen die God gegeven heeft in de Bijbel, dan hebben we geen probleem met gehoorzaamheid, dan hebben we eerst pas een probleem met geloof. Ik zal het even verder uitleggen. Paulus in Romeinen zegt het volgende, door wie wij genade en het apostelschap ontvangen hebben om gehoorzaamheid des geloofs, gehoorzaamheid des geloofs te bewerken voor Zijn naam onder al de heidenen, welke ook Gij behoort, geroepen van Jezus Christus. Hij spreekt tot de kerk in Rome, hij spreekt tot christenen en hij zegt, we zijn geroepen om mensen te helpen gehoorzaam te zijn door het geloof. Hij spreekt hier niet over het reddende geloof, niet over het geloof van als ik Jezus aanneem ben ik gered. Hij spreekt over het geloof, de mindset, de attitude van de christen van ik wil God volgen, ik wil God vertrouwen, ik wil afhankelijk zijn van God. En heel opmerkelijk en de MBG is ongeveer de enige Nederlandse vertaling die het een beetje goed overbrengt wat er nu echt origineel staat. Engelse versies hebben dat beter, maar hij zegt gehoorzaamheid door het geloof. Hij zegt niet gehoorzaamheid door discipline. Hij zegt niet gehoorzaamheid door angst. Hij zegt niet gehoorzaamheid door een schuldgevoel. Hij zegt niet gehoorzaamheid omdat het moet. Hij zegt gehoorzaamheid uit het geloof. Geloof is de basis, is het fundament, is het startpunt, is de bron voor gehoorzaamheid. Dat is wat hij eigenlijk wil zeggen. Kijk, het, het woord geloof in het Grieks eigenlijk is pistis. Dat lijkt op de broer van Aldi's. Maar... En dat betekent een actief vertrouwen en een overtuiging. Vertrouwen, overtuiging, actief, die gepaard gaan met gehoorzaamheid. Geloof en gehoorzaamheid kan je niet van elkaar loskoppelen. Geloof en vertrouwen kan je niet van elkaar loskoppelen. Geloof is vertrouwen. Als je niet vertrouwt, geloof je niet. Dus dat is een heel belangrijke essentie. Dus ik zou durven beweren en ik zou durven de stelling poneren. Probeer niet trouw te zijn aan God. Probeer geloof te hebben in God, want trouw zal automatisch voortvloeien uit je geloof. Vaak proberen we trouw te zijn aan God zonder geloof. Maar laat ons proberen eerst in God te geloven, dat hij goed is, dat hij een goede vader is, dat hij het beste met ons voor heeft, dat hij wil dat we voldoening hebben, dat wij wil dat we blij zijn, dat hij wil dat we tevreden zijn, dat hij willen dat we het goed hebben. En dan als we dat geloven, is het veel makkelijker om te gehoorzamen. Het is veel makkelijker om te gehoorzamen als je beseft dat God het beste met jou voor heeft. Vaak gaan we in discussie met God omdat we denken dat God het niet zo goed weet. Hij snapt het niet zo goed. God je snapt niet wat er in mijn leven gebeurt. God je snapt niet hoe ik mij voel. God snapt niet hoe ik in elkaar steek. Maar vaak snappen wij God niet, denk ik. Ik denk dat wij vaak God niet snappen en dat wij vaak een beeld hebben van God. Dat niet is wat het is. Ik denk dat we vaak denken dat God niet met ons bezig is. Dat God niet het beste met ons voor heeft. Dat God een, een verre God is, heel ver weg, helemaal boven in het heelal. Die niet met ons begaan is. Ik denk dat we soms misschien een beeld hebben dat God boos is op ons. Dat God ons verlaten heeft. Dat God teleurgesteld is in ons. Maar God haat van ons. En God is een goede Vader. Heeft het beste met ons voor. Het probleem is dat we dat moeten beginnen te geloven. En hoe haal je dat geloof? In Romeinen 10, 17 zegt Paulus: geloof komt uit het horen, het horen komt door het woord van God. En dus boeken, predikingen, de Bijbel kunnen jou helpen om te groeien in geloof, kunnen jou helpen om te groeien in het beeld en juist beeld te vormen van wie God is. En dat is heel belangrijk, want het derde puntje op de outline: het beeld dat we hebben van God wordt bepaald door wat we denken over God. Het beeld dat wij hebben van God wordt bepaald tot wat wij denken over God. Op een gegeven moment vroeg Jezus de volgende vraag aan zijn discipelen. Hij vroeg aan jullie dan, wat denken jullie van mij? Wie ben ik? Wat denken jullie van mij? Wie ben ik? Een goede vraag. Als er misschien één ding mee te nemen is van deze preek, misschien deze vraag gewoon de komende week nadenken, wie denk ik dat God is? Wie denk ik dat God is? Wie is Hij voor mij? Wat is het beeld dat ik heb van God? Is hij iemand? Ja, een soort politieman een belastingscontroleur die kijkt of ik alle regeltjes en alle vakjes heb ingevuld? Is het iemand met een stok achter mij die me opjaagt? Of is het een goede vader? Is het een vriend? Is het misschien meer mijn meester? Of een baas? Hoe zie ik God eigenlijk? Hoe denken we eigenlijk over God? Ons beeld van God wordt bepaald door een aantal factoren. Drie belangrijkste factoren zijn de volgende. Je kerk, je vaderbeeld, je ervaringen. Ik weet niet hoeveel kerken jij in je leven al bezocht hebt, of dat je altijd in dezelfde kerk bent geweest, of wat jouw ervaringen zijn met kerk, als je überhaupt al in een kerk bent geweest. Maar misschien kom je uit een kerk waar er heel veel regeltjes waren. Wat wij noemen als christenen wettische kerken. En misschien heb je daardoor een beeld van God gekregen dat heel regeltjes is. Of misschien ben je daardoor juist helemaal overgeslagen naar laksheid, omdat je helemaal niks met die regeltjes wat te maken hebt. Misschien kom je uit een kerk waar er juist heel veel liefde was, en niet zoveel regeltjes. En heb je niet geleerd dat God ons totaal wil veranderen. Misschien ben je slecht behandeld geweest in je kerk en projecteer je dat beeld op God. In ieder geval, je kerk en je kerkervaring bepaalt voor een groot stuk je beeld dat je hebt van God. Tweede is je vaderbeeld. We hebben allemaal, normaal gezien, een vader. Je hebt hem misschien niet gekend, en dat bepaalt in de eerste plaats je vaderbeeld. Sommige mensen hebben een goede vader. Sommige mensen hebben een liefdevolle vader, een bemoediger, die was er altijd. Deed alles voor hen, ging met hen mee op de training van de voetbal en zo. Maar voor anderen was de vader er nooit. Sommige mensen kregen misschien ja, af en toe een tik van de vader. En dan bedoel ik geen pedagogische tik. Misschien ben je bang van je vader of was je al te bang van je vader als, uh, als hij thuis kwam. Wat is het beeld dat je hebt van je vader? Wat was jouw vaderbeeld? En, en weet je, bewijzen van spreken, in de psychologie zou men zeggen dat elke persoon in een autoriteitspositie. Beïnvloedt je vaderbeeld en zou dus ook je beeld van God kunnen bepalen. Of dat nu een trainer in de voetbalclub was, een voorganger, een jeugdleider, een baas. Ze bepalen allemaal je vaderbeeld mee en, en dat bepaalt dan weer hoe jij God ziet. En ik heb al eens tegen mensen gezegd: ik, Mijn vaderbeeld is ook soms wel een beetje messed up. Ik zie God vaak als mijn baas. Oké, okay, uh, baas. Uh, was de checklist voor deze week? Wat moeten we deze week doen? En uh, wat staat er op de lijst? En, uh, big Commander, tell me what to do. En dan was de strategie, wat gaan we doen? En waar moet ik aan de slag? En, terwijl ik heel moeilijk heb om gewoon rustig te zijn bij God. En tijd te nemen met God. En te relaxen met God. Omdat, ja, dat past niet in mijn vaderbeeld. Omdat God voor mij meer mijn baas is. Leuke baas, toffe baas, vriendelijke baas. Maar blijf wel een baas. Snap je? Het is, het is geen vader. Derde is je ervaringen. Je ervaringen in het leven kunnen ook je beeld van God bepalen. Misschien ben je iemand dierbaar verloren. Een papa of een mama, een broer of een zus. En dan denk je: ja, God, dat kan toch niet? Dat is toch niet eerlijk? Waarom, God? Waarom heb je dat laten gebeuren? Ik snap het niet. Misschien ben je al heel lang single en denk je: ja, God, waarom? Waarom ben ik nu nog altijd single? Ik zou zo graag iemand hebben. Ik zou zo graag iemand hebben om eens. Ja, mijn leven mee te delen, met te knuffelen, met te kunnen praten, met te kunnen een aantal dingen afchecken. Misschien hebben mensen je gekwetst. In de kerk, buiten de kerk. Misschien daarde God niet op, op het moment dat je verwacht dat hij zou opdagen. Misschien is er een bepaald iets waar je heel lang voor gebeden hebt, nooit antwoord op gekregen. Het bepaalt allemaal je godsbeeld. Op basis van je, van je ervaringen. En daarom is het belangrijk. Kijk, dat is het belang van de Bijbel. Kijk, Bijbel is aan zich is geen doel, het is een middel. En Bijbellezen kan een middel zijn om een beeld te krijgen van wie God is, om te groeien in je geloof over God. Vierde puntje: we doen wat we denken. Dat is een vierde puntje waar we moeten over nadenken als we deze serie ingaan. We doen wat we denken. Mijn achtergrond ligt in marketing. Ik heb stage gelopen in reclamebureaus. Ik heb voor een multinational gewerkt op een marketingafdeling. Ik ben opleiding ben ik een marketeer. En men zegt wel eens dat marketing alles kan verkopen, wel, dat, is, dat is niet waar. Als het zo simpel was, dan moesten we enkel marketing doen en onze kerk zou vollopen en alle kerken in dit land zouden vollopen. Dus dat is iets te kort door de bocht. Maar wat marketing wel kan, is je denken beïnvloeden. Daar zijn we wel heel goed in. En ik heb een aantal voorbeelden genomen hoe marketing reclame ons. Denk je beïnvloedt en ik heb er geen merk bij gezet, dan maakt het wel leuker voor jullie en ik mag toch geen reclame maken. Drink dit bier en je gaat een echte man voelen. Mannen weten waarom. Rij met deze auto en je zal je als een belangrijk persoon gezien worden. Voor de dames, gebruik deze make-up, je zal je een model voelen, want jij bent het waard. Was je kleding met dit product en je zal een geliefde mama zijn. Het zijn allemaal zaken die, die marketing ons probeert te geloven. Als je dit product koopt, als je deze dienst gebruikt, dan hoor je iemand anders. En de marketing heeft dat niet zelf uitgevonden. Dat komt uit de psychologie eigenlijk. En, en psychologen en counselors weten ook hoe dit werkt. En uh, het werkt eigenlijk zo. Je denken bepaalt je emoties. Die emoties bepalen je gedrag. Dat is eigenlijk een beetje de normale richting. Denken bepaalde emoties, emoties bepalen je gedrag. Dus marketing probeert je iets te laten geloven wat je emoties bepaalt en dan ga je dat product gaan kopen. En weet je, dit is eigenlijk zo oud als de straat, want het is eigenlijk een bijbels principe. Kijk, Paulus zei al, je moet niet worden als mensen die zich niets van God aantrekken. Je moet anders worden door een nieuwe manier van denken. denken. Paulus zei niet je moet anders worden door een nieuwe manier van handelen hij zei we worden een nieuwe manier van denken Paulus snapte dat het allemaal begint bij denken, maar vaak denken wij dat het begint bij een gedragsverandering maar voor Paulus was duidelijk dat het christenleven is in de eerste plaats van het, van het denken waar een gedrag uit voortvloeit eerder dan een gedrag waar een denken uit voortvloeit als u mij kan volgen gedrag volgt altijd opinie je doet wat je gelooft, en als je niet overtuigd bent van iets en je probeert dat toch vol te houden, dan word je gewoon chagrijnig van. Dan hou je niet vol, dan word je chagrijnig van, en dat is helemaal niet leuk. En zo is het vaak in ons christelijk geloof. We doen bepaalde dingen, we stellen bepaalde gedragingen, waar we eigenlijk niet achter staan. Onze opinie is niet veranderd, maar we gaan wel ons gedrag aanpassen. En dan raken we gefrustreerd, en dat vinden we niet tof, en dat is niet leuk, en het geloof werkt niet, omdat onze opinie niet veranderd is. Kijk, het Griekse woord voor bekeren is metanoia en metanoia betekent niet verandering van gedrag wat we vaak zouden denken, maar het betekent verandering van gedachte, opinie. Dus als je bekeerd heeft, het in de eerste plaats te maken met een verandering van je denken, niet van je gedrag. Als we ons willen bekeren, moeten we eerst in ons denken veranderen, onze opinie veranderen. Het gedrag zal van zichzelf wel komen. Maar vaak denken we als we ons bekeren: ik mag dit niet meer doen. En dan proberen we in kracht en geweld een bepaald gedrag niet meer te gaan doen of een bepaald gedrag wel weer te gaan doen. Maar bekeren is in de eerste plaats een verandering van opinie, een verandering van gedachten. Kijk, opinieverandering is de wortel van bekering. Gedragsverandering is de vrucht van bekering. En vaak hebben we de neiging om die om te draaien. Vaak denken we dat bekering en ons gedragverandering de wortel is van bekering en dan onze opinie de vrucht is. Het is de andere kant. Het begin bij een opinieverandering, dat is de wortel van bekering, en uiteindelijke gedragsverandering is de vrucht van bekering. En dat kan soms tijd nemen. Dat kan soms tijd nemen. En daarom moeten we geduldig zijn met onszelf en met anderen, omdat iemand kan wel van gedachte veranderd zijn, van opinie veranderd zijn en dus eigenlijk gezien bekeerd zijn van een bepaald iets. Maar dan voorzie het nog niet aan hem. Terwijl er zijn heel veel mensen waarvan je zou denken dat hij bekeerd is dat hij afgerekend heeft met iets omdat een bepaald gedrag niet meer stelt. Maar in zijn opinie is die niet veranderd. In zijn opinie is die niet veranderd. Kijk, je kan misschien nog misschien aan porno verslaafd zijn, maar wel weten en ervan overtuigd zijn. Dit is niet wat God wil. Ik wil dit niet meer. Weet je, dan, maar als je, gezegd, als je weet en beslist, ik wil dit niet meer, wel, dan heb je eigenlijk al bekeerd. Ook al hang je er nog aan vast. Maar er zijn misschien mensen die het niet doen, maar die wel vinden dat het moet kunnen. Snap je wat ik bedoel? Er zijn misschien mensen die, die geen porno kijken, maar die vinden dat het geen probleem is. Ja, wie is dan de grootste zondaar, denk je? Eentje om binnen rust te nemen. Maar wat ik wil zeggen ook is: het neemt tijd. Kijk, we zijn. Jaren bezig met bepaalde gewoontingen, bepaalde gedragingen. We hebben ons dingen eigen gemaakt en dat heb je niet op één, twee, drie opgelost. Als je vijf jaar niet gesport hebt, dan loop je niet ineens vijf kilometer. Dan begin je met een start to starteren, dan begin je één minuutje stappen, één minuutje wandelen, één minuutje stappen, één minuutje wandelen. En je bouwt dat op. En zo is het ook met ons. Kijk, je opinie kan veranderd zijn op dag één, maar het eindelijke gedrag kan nog wel een tijdje duren voordat we het zichtbaar is bij iemand. Daar moet je genadig zijn met jezelf. Daar moeten we genadig zijn met elkaar. En dat laatste puntje, ook een hele belangrijke is. We ontvangen een identiteit door onze geboorte, niet door onze daden. Identiteit krijg je door geboorte, niet door daden. Er zit in onze menselijke natuur iets dat we daden willen stellen om aanvaard te zijn. Aanvaard door mensen of aanvaard door God. Maar God heeft ons aanvaard. We hoeven niks te doen voor God. Als je God, als je Jezus hebt aangenomen, als jouw redder, als je zegt, ja Heer, ik wil dat ik een zondaar ben, en ik wil dat u voor mijn zonde gestorven bent, en ik wil uw offer aannemen, wel, dan is het in orde. Dan is het in orde. God houdt van je onvoorwaardelijk. En kijk wat Paulus zegt aan de Corintiërs. Hij spreekt tegen christenen. En in een kerk, die, daar gebeurden wel wat dingen, hè. we moeten elkaar niks wijsmaken. Maar hij zegt, u bent nu schoongewassen. En voor God afgezonderd. En dat zagen we vorige week. Heiliging betekent afgezonderd. Apart is het voor een specifiek doel. U bent onschuldig verklaard. Onschuldig verklaard. En niet door een procedurefout of zo, zoals het soms vandaag de dag gebeurt in, in rechtszaken. Nee, maar echt onschuldig, omdat je onschuldig bent. In de naam van de Heer Jezus Christus en door de geest van onze God. Dit is jouw identiteit. Dit is jouw identiteit. Schoon gewassen. Alle zonden zijn vergeven. Afgezonderd. God heeft jou apart gezet voor een bepaald specifiek doel. Onschuldig verklaard. Er is geen veroordeling meer voor zij die in Christus zijn. Dit is jouw identiteit. En God die zegt tegen jou, of die kijkt naar jou. En die zegt: Ik kijk niet door de lens van jouw daden, ik kijk naar jou door de lens van Jezus' daden. Dat is heel belangrijk om te weten hoe God naar ons kijkt. Het is heel belangrijk om vast te grijpen. God kijkt naar ons niet door wat wij hebben gedaan, maar wat Jezus voor ons heeft gedaan. Onze identiteit wordt bepaald door wat we noemen als christenen wedergeboorte. Dat betekent dat als we Jezus hebben aangenomen, dan worden we een nieuwe schepping, een nieuwe natuur. En daar gaan we binnen twee weken over praten. Maar dat, daar ligt onze identiteit in, in die, in die opnieuw geboren worden. Niet door bepaalde gedragingen die we stellen. Kijk, je wordt... Italiaan geboren, je bent niet Italiaan omdat je pasta eet. Je wordt Belg geboren, je bent niet Belg omdat je frietjes eet. Nu, Andersom werkt het ook wel. Nou, als je een goede Italiaan bent, dan zal je pasta eten en een goede Belg zal frieten eten. Maar het bepaalt jouw identiteit niet. Het bepaalt jouw identiteit niet. Maar je stelt wel bepaalde gedragingen vanuit jouw identiteit. Kijk, Jacobus zei, het is wel duidelijk dat geloof alleen niets te betekenen heeft. Geloof alleen heeft niets te betekenen. U moet het ook laten blijken uit wat u doet. Geloof dat niet uit daden blijkt, is geen geloof. Is geen geloof. Voor de mensen die denken, ja, ik ben gered, nu eens in orde en God houdt van mij en dat is zo. God bless your brother. Maar dit is niet het enige. Kijk, in Filippenzen zegt. Paulus, blijf ook nu met diep ontzag voor God je best doen om zo te leven, zo te leven als past die bij mensen die bij God horen. Dat is een heel belangrijke balans in de Bijbel. God had onvoorwaardelijk van ons en we hoeven niks te doen om onze redding te verdienen. Het is door geloof, door genade. Maar dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dit. De conclusie is: je buitenkant wordt bepaald door je binnenkant. Je gehoorzaamheid wordt bepaald door je geloof. Je geloof wordt bepaald door je denken. Je gedrag wordt bepaald door je denken. Je identiteit wordt bepaald door je geboorte. Er zijn een aantal dingen die we in ons hoofd terug in de juiste volgorde moeten zetten. Vaak zijn we heel erg bezig te werken aan onze buitenkant, maar niet aan onze binnenkant. Daarom is het goed te beseffen dat de buitenkant hinkt van binnenin. We moeten werken aan onze binnenkant en dan wordt de buitenkant automatisch mee veranderd. Gehoorzaamheid wordt bepaald door je geloof. Je geloof wordt niet bepaald door je gehoorzaamheid. Het is niet omdat we geloven dat we gehoorzaam worden. Het is niet omdat we gehoorzaam zijn dat we gelovig worden. Het is omdat we geloven dat we gehoorzaam worden. Je geloof wordt bepaald door je denken, wat jij denkt over God. Bepaalt de mate waarin je gehoorzaam zal zijn aan God. Je gedrag wordt bepaald door je denken. Door wat je denkt, zal je anders gaan gedragen. Bekering is in eerste instantie iets van de opinie, in tweede instantie pas iets van het gedrag. En je identiteit wordt bepaald door je geboorte, niet door je daden. En de vraag om deze week mee te nemen voor elk van jullie is: waar ligt mijn grootste groeimogelijkheid? We hebben vijf puntjes gekeken. Ik kan de outline gerust mee naar huis nemen. Ik ook deze puntjes om over na te denken: waar kan ik het meest groeien? Moet ik veranderen in mijn denken over God? Moet ik groeien in mijn geloof? Moet ik beseffen dat mijn identiteit niet ligt in wat ik doe, maar wie ik ben? Moet ik weer werken aan de binnenkant en aan de buitenkant? Hoe zit het met mijn opinies over het geloof en over God? Het is belangrijk om over na te denken. En ik wil bieden voor elk van jullie dan ook dat in de komende week jullie hiermee aan de slag kunnen gaan. En jullie kunnen vinden datgene waar je het meeste groei kan inboeken. Vader, we danken u omdat onze identiteit bij u is. Niet bij wat mensen zeggen, niet bij wat wij over onszelf denken, maar onze identiteit is bij u en is door onze... Wedergeboorte door wat wij uw kind mochten worden en niet door bepaalde daden die wij stellen. Heer, we danken u omdat u ons lief hebt, omdat u van ons houdt... omdat u het beste met ons voor hebt, omdat u ons leven met voldoening wil geven, omdat u een goede vader bent die goede gedachten heeft over ons. Heer, help ons om te groeien in een juist beeld over u. Help ons te leven uit geloof. Niet uit een schuldgevoel, niet uit verplichting, niet uit discipline, maar uit geloof. Help ons te beginnen met de binnenkant voordat we aan de buitenkant beginnen. Help ons geduldig te zijn met onszelf en met anderen. Heer, help ons om een aantal religieuze zaken achterwege te laten, overboord te gooien. Niet bezig te zijn met regels, maar bezig te zijn met wie we zijn in U en met ons geloof in U. En Heer wilt u ons leiden, de komende week wilt u ons helpen en wilt u ons zegenen. We danken u.